Hi, mijn naam is Louis De Jager van Commensalist Tuin- en Landschapsarchitectenbureau. Wij zijn gespecialiseerd in voedselbosontwerp. En hier zien we een voedselbos Pluktuin Bes. Een fantastisch voedselbos op 2 hectare, waarbij dat de eigenaar Beukelhoets een CSA voedselbos wil. Kom maar mee. Hier zien we 2 heuvels die we hebben gecreëerd en dat is eigenlijk de ingang van het voedselbos. We hebben die gecreëerd met aarde die we gegraven hebben uit die vijver daar. En je bent meteen benieuwd wat ligt er achter die heuvels. Die heuvels zijn op dit moment bezaaid met phacelia, met mosterdzaad, met van alles. Van nuttige planten om fantastisch mooie insectjes aan te trekken die goed zijn voor het voedselbos, die eigenlijk de natuurlijke vijanden zijn om ons voedselbos gezond te houden. Dit is een zeer jong voedselbos. We hebben dat pas aangelegd een half jaar tot een jaar geleden. En je ziet dus dat alles nog heel klein is. Hier komen de hoogstam notenbomen. Dit is de noordkant. In de noordkant mag alles het hoogste worden. En daar zie je eigenlijk een rationeel voedselbosgedeelte. De bedoeling is echt om veel voedsel te gaan produceren. Er staan daar hoogstam appelbomen, perenbomen, kersenbomen, nashis. Het gaan hier ook pauwpauws komen. En zoals je daar kan zien, zijn er daar retentiegrappeltjes gegraven, niet zo heel diep, maar die zorgen er wel voor dat het water veel beter vastgehouden wordt. Zeker in droge periodes kunnen we dat gebruiken. Zoals je ziet hebben we hier heel lichtjes gegraven, absoluut niet diep, waardoor dat er daar geen vergunning voor nodig is. Maar het heeft een enorm impact op de biodiversiteit. Op randen zorgen altijd voor veel meer leven en het zorgt er ook voor dat het water gewoon veel beter vastgehouden wordt. Voilà. Zoals je ziet komen we hier in een heel andere wereld terecht. Een prachtige vijver. Uiteraard is het nog redelijk kaal. Er komt hier nog heel wat oeverbeplanting. Wat ervoor zorgt dat er nog meer biodiversiteit gecreëerd wordt. In een voedselbos heb je altijd een vijver nodig. Een vijver of een poel, dat is water. En water is leven. We willen echt een heel ecosysteem op gang brengen. Dit is hier een hakhoutbosje. Wat wil dat zeggen? Een voedselbos denken we altijd aan voedselproductie. Dat is heel belangrijk. Maar onze open haard, of beter gezegd onze hoogefficiënte houtkachel, die heeft ook voeding nodig. Dus dit kan hier gebruikt worden om hout te produceren, om je huis mee te verwarmen. Of je kan het gebruiken als mulch. Dus wat is een hakhoutbosje? Dat bestaat bijvoorbeeld uit hazelaar, uit populier, uit allerlei soorten bomen. En om de zoveel jaar, meestal is het om de 12 jaar, gaan we dat gefaseerd gaan kappen. Zodat we dat dan kunnen gebruiken als brandhout, maar ook als geriefhout. We kunnen daar handvaten mee maken, we kunnen daar paaltjes mee maken. Of zoals ik daarnet al zei, verbranden. Nu, dat is ecologisch ongelooflijk waardevol. Je hebt van die hakhoutstoven die al honderden jaren oud zijn. Je kan dat nog terugvinden in bossen in België, in Engeland, in Frankrijk. En dus hier is dat toch bijna een kleine 1000 vierkante meter aan hakhoutbos. Je ziet, die zijn nog heel klein, die zijn nog maar 1 jaar oud. Binnen een paar jaar is dat hier gewoon paf, 1 bosje. Maar dat gaan jullie later wel zien. Je ziet dat die bodem hier extreem droog is. Zo'n taferelen zie je dikwijls in Afrika. Wel, wij hebben dat hier helaas ook in België. En dat komt omdat we gewoon klimaatverandering hebben. Dat komt omdat het al een maand aan een stuk niet deftig heeft geregend, waardoor dat de bodem gewoon volledig opgedroogd is. Nu, dat is een van de redenen waarom dat wij een voedselbos gaan aanleggen. Om ervoor te zorgen dat er genoeg schaduw is, genoeg bladval is, zodat de bodem verrijkt wordt in organisch materiaal, in koolstof, zodat de bodem eigenlijk verandert in een spons en dat we binnen enkele jaren dit tafereel gewoon niet meer hebben. Dat gebarsten grond iets van in het verleden is. Dus dat is ook een van de grote redenen waarom dat wij een voedselbos gaan aanleggen. Voilà, hier achter me zie je laagstam voedselbos. Dus dat is echt om extreem veel productie te hebben. Wat is er hier voedselbos aan? Dat we met onderbeplanting gaan werken, maar ook dat er een hakhoutstrook tussen de rijen met fruit is. Dus aan de buitenkant zie je telkens de fruitbomen staan en in het midden is er een strook, een hakhoutstrook. Waar hebben we daar gezet? Bijvoorbeeld een strook met wilgen, evengoed ook een strook met paulownia dat we hier gaan uittesten. Die in feite voor biomassa moeten zorgen, maar evengoed ook voor pest control, dat we eigenlijk echt dat natuurlijk ecosysteem hebben. Want we willen die successie naar boven trekken, we willen dat die successie versneld is, dat bossysteem er is, dat die bodem hier schimmeldominant wordt. Veel mensen vragen zich af, loont het om bloemen in te zaaien? Wel, eerst en vooral is het nodig om je bodem echt tot leven te wekken. Die bloemen of planten die gaan koolstof uit de lucht halen en
als suiker omzetten voor de bodem. Dus die planten voeden de bodem. Zoals je ziet, buzzt het hier gewoon van het leven. Ik voel de trillingen bijna van alle bijtjes en de hommels. Het is gewoon ongelooflijk hoeveel wildlife habitat dat creëert. En we willen echt leven creëren voor die insecten het hele jaar rond. Dus die planten helpen daarbij. Ze helpen niet alleen voor de bodem, maar dus ook voor onze voedselproductie, want zij zorgen ervoor dat ons voedsel gaat groeien dankzij dat de bloesems gaan bestoven worden, dankzij onze helpers hier. Voilà, hier achter me zie je nog een keer het rationele stuk van het voedselbos. Uiteraard is het voedselbos in ontwikkeling. Het eerste jaar, het gaat nog heel spannend worden. De komende 5 à 7 jaar moet er hier een heel ecosysteem ontstaan. Maar ik vind dat vast super tof om alles hier te volgen. En ik zou zeggen, blijf kijken, blijf ieder jaar een keer terugkijken naar de website van Pluktuin Bes. Of naar de Facebookpagina en dan ga je gewoon updates blijven zien. Voilà, over en out. Dit was Louis de Jager van Commensalist Voedselbos Ontwerp. Ciao!